Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSP van Almore. Dit is Wim met deze super vette video gemaakt door Heumods te krijgen op een website in verschillende versies. Dus zeker een kijkje waard. Super dikke bak, ik zal even het een en ander laten zien. Ja, je ziet het interieur. Zoals je ziet is dat keurig. Je ziet alleen in first person nooit zoveel achterin. Helemaal super. Even kijken. Hij hangt alleen een beetje vast. We zitten blijkbaar in achtervolging. Ik weet niet van wie, maar dat maakt het helemaal niet uit. Dat is die deur, die deur, die deur, die deur. Kijk eens aan. Kastje echt super vet gemaakt. Dus dikke shout-out naar Heumods. En ja, laten we de straat op gaan. Jullie vragen natuurlijk af, waar ben jij in godsnaam geweest? En dat op heel veel plekken, maar niet achter mijn computer. En dat heeft verschillende redenen. En de ene daarvan is dat ik... geen tijd heb dus, maar er is ook een reden dat ik gewoon echt geen zin meer hier allemaal in heb en dat klinkt heel negatief, maar de motivatie is weg voor YouTube en filmpjes maken, maar ik wil toch niet helemaal opgeven, dus vandaar dat ik toch nog wel als ik tijd heb een filmpje probeer op te nemen, maar ik moet ook zeggen, mijn game die vindt het allemaal niet meer zo leuk, mijn computer vindt het geloof ik allemaal niet meer zo leuk, die is eraan begeven en dan moet ik ja toch een afvragen, komt er een dag dat ik zeg van ik kap er helemaal mee. Daar heb ik wel over nagedacht. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, misschien moet ik gewoon één keer in de zoveel tijd eens een video uploaden. Wanneer het kan. Om jullie toch nog tevreden te houden. En dan snap ik ook wel dat de views dan gewoon laag zijn. 12.01, dat is 12.01 nou. Maar goed, daar moet ik mee leven. En dat is ook niet iets dat ik zeg van, dat is voor mij een reden om te stoppen. Want er zijn genoeg kijkers die nog steeds dagelijks een bericht sturen van, wanneer komt er weer een video, we missen je video's. 12.01, dat is 12.01. Dat is ook wel erg top. Dat. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Er hebben geloof ik twee personen in het voertuig. En die vertrouwen niet helemaal. Gaat gegarandeerd fout. Assistance needed on Perth Street. We have a 148 on Perth Street. Oh wacht, nu heb ik... Ja. Ik heb even de spotlichtjes aangezet, die doe ik straks wel weer uit, maar ik zet er per ongeluk zelf schakelen aan. Wat gaat die auto versnellen, joh. Moet je kijken, joh. Zijn achtervolging aan PR-hit, die gaat echt heel snel. Het is gelukkig heel rustig op de straat. Copy that, taking a look. En deze video is redelijk snel. Ze droppen hier een ding uit het voertuig. Als ik eraan denk, ga ik daar dadelijk nog terug naartoe. Afhankelijk van hoe lang deze achtervolging nog duurt. Maar dat is best wel lang, gezien hij heel snel rijdt. En wij rijden al heel snel. Maar het scheelt echt dat er nauwelijks verkeer op de weg is. Rechtsvrij. Hier nog een pakketje. Zou je graag één erbij? Ik kan hem zo niet bijhouden. Backup needed on Medway Center Drive. We zijn hem op dit moment ook uit het oog verloren. Roger K. Hij gaat daar achter helemaal. En echt heel snel. Oh,
backup needed. Nogmaals, on, één heden erbij. Vespucci Boulevard. Richting politiebureau. Voertuig is gecrashed. Ze zijn verongelukt. Uitstappen. Stop, police. Handen omhoog. Dispatch. Suspect on foot. Staan blijven. Op je knieën. Tweede verdachte gaat rennen. Collega's daar achteraan. Piece of crap. Niemand verder in het voertuig. Tweede verdachte nog steeds te voeten vandoor. Ik ben aangehouden. Collega's nog steeds te voet in de achtervolging. Backup needed in mission row. Victor 13, where's the little coffee shop around the corner? Knieën zetten. Dispatch, we got eyes on the perp. Ik ga op dit moment niet helemaal terug voor al die pakketjes. Ik zou ook niet meer precies weten daar is geschoten. Ik moet alleen wel even wachten op transporteenheid. Oh ja, nu gaan we naar de rechtszaak. Omdat ik heb aangegeven dat ik niks heb gezien. Ja, hij zegt waarschijnlijk je hebt twee stukken gemist. Zes stukken zelfs. Ja, misschien een auto of zo, weet ik het, bij die man. Die man is geloof ik dood, toch? Manage to escape, wat is dit nou? Ik lees het nu pas. U kunt uw weg vervolgen. We are code 4. Zo. Er zijn geen eenheden meer nodig. Keurig. Hey, Mike. What's up? Dat wordt lang papierwerk, normaal gesproken. Hey, en daarom hou ik van GTA. Dan zijn we aan het patrouilleren, kijken wat de verdere dienst ons nog gaat brengen. Dat is altijd maar de vraag. Ik heb laatst wat meldingscripts eruit gehaald. Of plugins, of hoe die shit ook heet. Ik geloof plugins, ja plugins. Puur omdat, ja ik denk, ik had er wel... Ik had er zoveel. Ja, gooi je taal anders neer, ja. Dat wel zorgde voor de een en andere problemen met mijn game. Dus ik hoop dat ik dat nu een beetje heb opgelost en ik hoop dat ik alsnog steeds leuke meldingen krijg. Die auto achter ons en dan die rood slash oranje achtige om precies te zijn. Die is een beetje aan zijn einde toe, maar die gooit ook een redelijk grote hoeveelheid afval op straat. Die ik kan me niet voorstellen dat dat voertuig zo verder mag rijden met die band. Dus die gaan we even aanspreken. Op zijn gedrag. En op... Ja, parkeren daar maar. Op het voertuig. Tjonge jonge jonge. Wow, hold up! Wait up! Kipum! We gaan eerst dit even oplossen. Thanks! We gaan hem eens even laten blazen en een drugstest doen, want dit rijgedrag slaat natuurlijk nergens op. En dat kun je zien als
Artikel 5. Ik kan hem nu geen bekeuring geven omdat ik hem niet aan de kant heb gezet, maar die krijgt hij uiteraard wel voor artikel 5. Dus dan mag hij zijn weg vervolgen. En schade wordt op hem verhaald. Hallo. Heeft hij van mij een rijbewijs? Zo. You can just miss me with all that mess. Bye. Die is verlopen. Even kijken of dat voertuig nog wel helemaal in orde is qua APK en alles en verzekering. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 8, 7 kilo. Staat ik niet Alpha, op haar Romeo 8, 5, 4. No, 1099. Wat is er met je voertuig gebeurd, vraagt Wim. Ja, die moet naar de garage, ja dat kan ik je wel zeggen. Je hebt ook wat spul op straat gegooid, dus in ieder geval, je krijgt van mij een bekeuring voor. Die. En... ja, dat is geloof ik. Ja, dat doen we gewoon insecure load. Want ja, want iets anders kan er geloof ik niet voor worden gegeven wat erbij past. Dat betekent wel dat hij niet verder mag rijden, maar dat vind ik sowieso niet verantwoord met het voertuig. We kunnen misschien nog even dangerous driving of zo. Reckless. Ja, YOLO. Pure basis van met dit voertuig de openbare weg op. Dat kan echt niet. Stop! Police! Hij mag niet verder rijden. En dat doet ze wel. Ik zie het voor nu door de vingers. En nu stapt ze weer uit. Ik weet het allemaal niet meer, maar het mag niet. Ondanks alles nog een fijne dag. Attention all units. We have a disturbance on Heritage Way. Welke urgentie mag ik daarheen, meldkamer? We gaan even uit van een prio 1 met niet alles strobbend eraan. Op basis van het feit dat iemand assistentie nodig heeft van de politie. Nou, ik ken de melding geloof ik al. Maar we gaan toch even voor de zekerheid. Bij onvoldoende informatie even een beetje snelheid bij maken. Want je wil niet hebben dat de politie zonder spoed aankomt terwijl je in levensgevaar bent. En het is natuurlijk ook een beetje overdreven als je met spoed aankomt. In het geval van er is achteraf alleen een fout parkeerder. Ja, dat is een fout parkeerder zo te zien. Maar de melding was geloof ik person in need of assistance. Ja, dat klinkt wel ernstig. Maar dit is wat ik al zeg. Voertuig wat fout geparkeerd staat. En hij wil graag, of zij in dit geval, wil graag met de auto weg. Hallo. Die idioot hier heeft recht voor mijn oprit geparkeerd. Kun je de auto laten wegslepen zodat ik naar mijn werk kan? Hoe lang staat die auto hier al? Geen idee, maakt het uit dan. Ik wil gewoon naar mijn werk. Ja, nee, maakt niks uit. Maar ja, het is inderdaad niet helemaal de bedoeling. Normaal zouden we natuurlijk het volgende kunnen doen. En dat is dit. Kentekencheck. Kijken op wiens naam de auto staat. Die zouden we eventueel kunnen bellen. 6, 7, Golf. November, whisky 1. Die staat niet geregistreerd en heeft ook geen verzekering, dus die gaan we sowieso weer laten wegslepen.
en de eigenaar. Nee, wacht, hij staat niet geregistreerd, dus staat hij geloof ik gewoon niet op mijn naam. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het voertuig. Misschien is hij betrokken bij een misdrijf of zo. Dat weten we niet. Wacht even, de takelwaggel. En dan kan mijn vrouw naar de werk. En dan kunnen wij ook weer verder aan het werk. End en klaar. Inform de driver. Ja, wie is de driver dan? Oh wacht, die vrouw natuurlijk. Alsjeblieft vraag, dan ga je te voet naar je werk. Wat was het nut nou dan? Nee, kijk, ik heb al op end gedrukt, dus ik denk dat dat het ding was. We have a suspicious person in Los Santos International Airport. Dat is op het vliegveld, dat is een taak voor de Kamar. Officers report, we've got a disturbance, suspect last seen in the GWC Engulfing Society, units respond code 2. Wederom melding van overlast. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nu op de golfbaan. Omdat het zo druk is, even wat vrijstelling gebruiken. En dat kan hier keurig. Ik vind die Vito toch wel mooi. Net zoals die B-klasse vind ik ook niet heel lelijk, maar de Touran blijft ook een topwagen. Iets klopt niet aan die hitbox van dit voertuig, hoe ze dat zou noemen. Daar lijkt me iets loos. We weten niet wat. Ah nou wacht, staat. Het is niet daar, het is die man met die hond geloof ik. Disruption was de melding, toch? Eens googelen wat dat betekent. Bleeding and life invasion or whatever they call it. Do I look like I care? Verstoring, ja, oké. Net zoals disturbance, denk ik. Hallo meneer. Nou, oh, het gaat puur op aardes van dat die hond hier niet mag komen. Michael Schofield. Wow, ik vertaal het zo voor jullie hoor. Nou, wat een onzin. Nou, wow. Afstand houden met die hond. Afstand houden met die hond. Sorry mensen, maar het moest. Dat vond ik niet leuk om te doen, ondanks dat er een hond in GTA was. Maar het politiewerk, ook al is het GTA en dat weet ik ook wel en het is een spel, is toch eigen veiligheid voorop. Ik weet niet wat je in je handen hebt. Ik dacht dat hij een glas in zijn handen had. Iets om mee te steken, dat bleek dus een telefoon te zijn. Hebben we een ding bijna niet bij me hebben? Zielig voor de hond. Assistance required in the GWC Engulfing Society. Assistance required in the GWC Engulfing Society. Ja, wat het verhaal eigenlijk was. Wim zegt, je weet dat hier honden niet zijn toegestaan op dit terrein. Die man die zegt, ik dacht dat er een hondenpark was. Wim zegt, heb je ooit een hond golf zien spelen? Die man zegt, weet ik niet meer. Wim zei, ik ga je wel een bekeuring hiervoor geven. Ik had het niet gedaan, ik had gezegd, ga gewoon weg. Misschien niet is de politie gebeld. Gewoon stuur die man zelf weg. En
toen zei hij, je gaat dood. En toen viel hij om me aan. Toen dacht ik dat hij iets in zijn handen had. En dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Die hond is meegenomen door Animal Control. Wij gaan terug naar de Vito. En die man wordt meegenomen door een transporteenheid. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Nee, sorry. Dat zeg ik wel heel overmoedig. Dat is mijn standaard outro. Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk weer een video voor jullie te uploaden. Tot de volgende. Jojo.